Hi beste kijkers, welkom op mijn kanaal. Wat gaan we vandaag maken? Het recept voor Surinaamse zuurkool. Deze zuurkool ga ik gebruiken. Je hebt verschillende soorten zuurkoolen. Dit is naturel wat ik vandaag ga gebruiken. Ik knip hem open. Je laat het een half uurtje of een uurtje even in water goed omspoelen. Zodat een beetje de zuurte van de zuurkool er vanaf gaat. Velen vinden het vaak vanwege de zure smaak heel apart. Dus je laat hem heel lang erin zitten of juist heel kort. Kijk wat jouw smaakvoorkeur is. Water er aan toevoegen, even laten staan, goed omspoelen en daarna verder bereiden. Wist je trouwens dat er verschillende soorten zuurkool zijn? Wij gebruiken vandaag de naturel. Je hebt natuurlijk ook wijnzuurkool en kruidenzuurkool. Het recept voor Surinaamse zuurkool wat ik ga gebruiken is gerookte kip en zoutvlees. Dat is zo lekker. Door de gerookte kip krijgt het een rokige smaak. En natuurlijk door het zoutvlees, dat zoet en het zout en een beetje het zure, dat mengt zich met elkaar samen. Heerlijk! Et voilà! Het zoutvlees 350 gram in kokend water. 10 à 15 minuten laten opkoken en het water verversen. De eerste keer dat we het water gaan verversen, als je ziet dat er wat viezigheid al is opgekookt, dan gaan we even het water omspoelen, verversen. Dan gaat die voor de tweede keer dan weer op het vuur. Water is ververs. Tweede keer weer lekker laten opkoken. Zoutvlees is voor de tweede keer gekookt. 2 x 10 à 15 minuten. Dan haal je het van het vuur af en gaan we het vlees in kleine stukjes snijden. Zo, volgende stap. Vlees in kleine stukjes snijden. Proef het tussentijd als de zoutgehalte goed is. En proef. Heerlijk. Zoals je ziet, ik gebruik dit keer niet zoveel ingrediënten. Ja, ik lees jullie reacties en daarbij heb ik leuke opmerkingen gekregen van goh, wat zijn er toch veel ingrediënten die je gebruikt. Ja, dat klopt. En dit keer is het stukken minder. De winterse gerechten. Heerlijk om er lekker gewoon gebruik van te maken met wat je in huis hebt. Nou, ik doe er natuurlijk zoutvlees bij en gerookte kip. Maar heb je een andere voorkeur voor vlees, kalfvlees of varken, wat jij lekker vindt, dat kun je gebruiken. Als dit lekker meegebakken is, dan doe ik de uitjes en de knoflook erbij. Zo zie je maar, hè, met 350 gram zoutvlees is dit over. Nou, zoutvlees, als hij er zo qua kleur mooi lekker rood uitziet, dan kun je de uien en de knoflook erbij doen. Uien eenmaal, hè, en knoflook één grote Chinese bol. Dat is gelijk aan 4 kleine teentjes. Dat doe je erin en dan ga je hem lekker roeren. Ik heb er nog geen Maggi-blok bij gedaan. Waarom? Omdat de zoutvlees al best al wat zout heeft. De gerookte kip heeft ook al zout. Dus je kan er een Maggi-blok bij doen, maar houd er rekening mee dat het dan zouter wordt. Ik heb er 2, dus ik doe er bescheiden maar eentje bij. En dan daarna tussentijds altijd even proeven, toch? Nou, dit lekker aan het bakken. Je ziet dat het aan het opdrogen is. Ik gooi er nog wat olie bij. Uien doe ik er ook bij, ik bedoel tomaat. Verder komt mijn heerlijke peper, mijn tamchenet erbij. Peper, paprika poeder, een theelepeltje, is meer dan genoeg. Nou, als je het leuk vindt om mijn social media te volgen, Instagram en Facebook onder de naam In de Keuken van Chemin, doe dat dan, dan kom ik je daar tegen. Nou, de zuurkool heeft ruim, zeker wel een uurtje zo in het water gezeten. Ik ga het afgieten, goed laten uitlekken en vervolgens gaan we dat verder bakken, bereiden met alle uien en het zoutvlees natuurlijk. Een eetlepel zoete ketchup, dat strooi je er lekker overheen. En als je dit al erbij hebt gedaan, dan gaat nu ook nog de zuurkool erbij. Nou, ik hoor je nu al denken, waar blijft de gerookte kip? Die ben ik niet vergeten, maar die doe ik er apart bij. Want dan kun je dat natuurlijk heel mooi zien als ze het bord gaan opdienen. En dan kun je het makkelijker het verschil zien wat wat is. Niet meer dan 100 ml water doe ik erbij. Zo. Lekker laten zudderen.
Beetje de deksel op de pan, dat kan ook. Dan kan het gaan stomen een klein beetje. Vind je de kleur nog een beetje te lichtjes, want dat mag best wel wat meer kleur hebben. Dan doe je nog één eetlepel zoete ketchup erbij. Nou, de zuurkool laat ik zeker 10 à 15 minuten met de deksel op de pan sudderen en daarna kan die vooraf. Wist je trouwens dat er in zuurkool heel veel vitamines zitten? Vitamine C en natuurlijk K. Nou, deze tijden hebben we dat hard nodig. Nou, het tweede gedeelte komt nu aan bod. We gaan de gerookte kip gaan we verder bereiden. En dat is een zuurtje ervan maken dat je lekker over je zuurkool heen kunt strooien. Dus het recept voor de Surinaamse zuurkool. Dit is mijn variatie. Hopelijk vind je het leuk. Uien zitten in de pan. 1 hele ui en 3 teentjes knoflook heb ik in de pan gedaan. En vervolgens 1 maggieblok. Ga ik lekker even fruiten. Als die mooi een kleurtje hebben, goudbruin, dan doe ik de gerookte kip er meteen bij. Roosmarijn doet lekker wat stukjes erbij. Niet te veel, een paar. Nu voor de smaak. De gerookte kip, die gaat erbij. Even goed losmaken. Ik heb ze een beetje in plakjes gesneden. Van 1 à 2 centimeter dik. Dus deze hoef je niet echt heel lang erin te laten. Spuur alleen dat het voor de smaak aan de saus dat rokerige mee kan geven. Dat we straks heel mooi kunnen gebruiken natuurlijk bij de zuurkool. Weet je wat ik trouwens ook nog ben vergeten te vertellen? Waar dankt de zuurkool zijn naam aan? Want zuurkool is eigenlijk een witte kool. Nou, wat hebben ze gedaan? Ze hebben een melkzuurbacterie eraan toegevoegd, waardoor het natuurlijk wat zuurder is geworden. Vandaar de naam zuurkool, oftewel een witte kool. Doe er een beetje bastardsuiker bij, bruine bastardsuiker, voor een beetje de uien te karamelliseren. Dat is een eetlepel, meer niet. Tussentijd altijd even proeven. Vervolgens lekker de tomaten erbij te doen. Vuur ietsje hoger en dan kan je dit erbij doen. 1 tomaat natuurlijk en dan doe je ook nog een klein beetje water er zo bij. Ik doe er een theelepel zwarte peper erbij, grove zwarte peper. Een klein beetje paprika poeder. Ook dezelfde hoeveelheid, een theelepeltje, lekker voor de kleur. En als laatste nog een beetje ketchup erbij. Zoete ketchup, 1 eetlepel en 1 eetlepel, beetje van de zouten. Ik heb maar 1 maggieblok erbij gedaan. Vind je dat te weinig? Mag je altijd maggieblok zout naar smaak toevoegen, hè? En een bekertje water, net nog geen 100 ml. Even deksel op de pan, kan het gaan zudderen. 5 à 10 minuten en dan kan het van het vuur af. Het heeft 5 à 10 minuten lekker gesudderd en de gerookte kip is klaar. We gaan nu verder het bord opdienen en laten je het eindresultaat zien. Lieve kijkers, het is ons gelukt. Het recept van Surinaamse zuurkool, het is klaar. Dat het jullie mag smaken. En alvast een happy Valentine voor jullie allemaal. Want mede dankzij jullie is dit kanaal aan het groeien. Blijf reacties achterlaten. Like, deel en share. En tot de volgende vlog. Mwah, sosolobi!